Oh, key, jokey, daily challenge tijd. Of kunnen beter zeggen, bijna daily challenge tijd vergeten tijd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat door allerlei druk gedoe, ik bijna vergeten was om de daily challenge te doen vandaag. Bijna. Dat zou het geweest zijn. Ik was sowieso was ik vergeten hem te uploaden. Dus die is op dit moment aan het uploaden. En wat natuurlijk dan ook wel weer voor gedoe kan zorgen in de deze. Maar goed, dat zei je zo. Pronto. We weten dat dit Uruguay is. Ik had alleen gehoopt dat mijn muis voelt niet goed aan. Ja, dat is heel raar, maar mijn muis voelt heel raar aan op een of andere manier. De reden dat ik terug ga is omdat ik hoopte om hier de stad in ieder geval te zien. Nee, maar mijn muis voelt echt heel vreemd aan. Ja, jongens. En alles, ik weet niet of het echt. Plan B. Dat is ook een beetje plan B. Waar ik bezig ben. Uploaden en tegelijkertijd geocachen doen. Want dat gebeurt echt heel zelden. Ja, dat is. Dan sterker nog, dat gebeurt eigenlijk nooit. Want meestal maak ik hem. En zelfs al zou ik er dan achter komen dat ik niet goed zit. Dan is het nog gewoon van oh ja, nee, dit. Dan moet ik hem dan nog uploaden, zeg maar. Dus dat ja. Ja, ik had toch gehoopt dat ik toch wel ergens een naam van een stad te pakken zou krijgen. Ik denk niet dat dit Montevideo is. Maar ik heb ook geen idee waar dit wel zou zijn. Daar dus. Hey. Hallo. Dit. Waarom is er Engels? Wat is de andere taal? Ik ben met name heel benieuwd wat de andere taal eigenlijk is, wat dit is. Want dat zou een aanwijzing kunnen geven richting. Waar ik moet denken, maar. Nou, ik heb eigenlijk een vrij logische optie op dit moment, maar wat ik zeg, ik moet daar iets meer informatie voor zien dan alleen wat ik nou heb. Want dit zou heel goed, zou dit bijvoorbeeld Malta kunnen zijn. Malta heeft Engels en dan Italiaans. Maar ik kan dit niet definitief zeggen dat dit Italiaans is. Dat is een beetje het probleem, niet echt, maar uitdaging meer. Hoop dat als ik hier kom, dat ik dan iets meer. Ik weet het echt niet op dit moment.
Het ziet er niet echt Italiaans uit, zeg maar. Fijn. Het ziet er meer als Portugees uit. Zeg ik dat goed? Ja, eigenlijk wel, hè. Het lijkt meer Portugees dan iets anders, zeg maar. Maar goed, dat zegt natuurlijk ook nog steeds niks. Ik zet hem heel even hier weg. Ik ben er niet van overtuigd dat het dat is. Maar wellicht dat ik. Nou ga ik wel weer zitten twijfelen. Het was een Spaans. Het was niet Italiaans, het was niet Portugees, het was Spaans. Oh well. Als ik weet dat het Spaans was geweest, dan had ik hem waarschijnlijk daar ook niet weggezet. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in, weet je. Ik ga niet net zo doen van, oh ja, nou, als ik nou 100% zeker geweest. Oh jeetje. Ik weet al dat het Spaans was geweest, dan had ik hem wel. Nee, want dan had ik hem waarschijnlijk zelfs nog verder weggezet. Dus laten we niet doen alsof ik nou in één keer een mega genie ben dat in één keer bedacht heeft dat. Dat dit, hoe heet het? Dat dit, ik weet niet eens welk eiland dat is, joh. Ik moet eens even kijken hoe dat eiland heet. Heet het gewoon Palma de Mallorca? Of hoe je het ook uitspreekt. Mallorca? Want Calle? Is Mallorca? Zoiets? Want Calle, dat is straat. Waarom heb ik daar geen Calle zien staan dan? Is dat een vlag? Ik weet niet, dat is volgens mij een. Wat gaat dit zijn, joh? Ik ben zo afgeleid door de rest dat ik geen idee heb wat dit gaat zijn op dit moment. Ecuador. Dat is niet Ecuador, hè, jongens. Tenminste, ik neem aan dat dat, ja, zie je, Ecuador. Escuela de Formación de Policías. Escuela de Formación José Le Gerara Calderón. Ha! Nou ja, nogmaals, waarschijnlijk is het totaal voor een Spaans sprekende, klinkt dit echt als een verbastering, verpietering, is dat het goede woord? Fumisa. Tenminste, ik neem aan dat het in Fumisa is. Nou, ik kan beter opzoeken. We zullen het zo zien. Was het in Fumisa? Nee. Dan had ik echt compleet fout gezeten. Ik ben wel blij dat ik teruggegaan ben. Hongkong, Singapore? Nee. Jawel. SG-bus, Hongkong. Ja, dat blijf ik voorlopig nog wel even zeggen, hoor. Dat blijf ik nog wel even zeggen. Ik bedoel, dat mag ook wel even
geweten laten blijven, om het zo maar te zeggen, want Victoria Street. Wacht, laten we eens even terug naar gaan naar de start. Dan gaan we daar naartoe. Dan is dit Arab Street en dit was Victoria Street, denk ik, toch? Ja, en dit is Victoria Street. Dit lijkt mij ook wel ietsje meer in het hartje van Hongkong te zijn dan voorheen. Wat was die andere nou? Arab Street. Arab Street en Victoria Street. Dit zou het ook nog wel eens hier kunnen zijn. Dit is Sultan Gate. Het zit wel vlak bij iets groens. Dus dat is vooral iets waar we eigenlijk moeten letten. Ik zou zeggen dat ik Victoria Street toch wel op dit niveau zou moeten kunnen zien. Denk ik. Ik denk dat het klein of groot genoeg is. Klein genoeg, aha. Het is klein genoeg om het te zien. Sure. Ah, kom op, Victoria Street, waar ben je? Het is nou ook niet dat ik echt een patroon kan herkennen, zeg maar. Van, oh, dit is de koninginnenbuurt of zo, weet je. Nou zit dat patroon waarschijnlijk gewoon 100% zeker wel in. En een grote kans zelfs al dat ik er gewoon voorbij gechased ben. Ja, ik bedoel. Victoria Street was. Toch niet zo. Ah, dat was deze zeker. Dit was Victoria Street. Oké. Acceptabel. Over absoluut niet acceptabel gesproken. Volgens mij zou ik daar een gebouw staan. Nee, ook niet. Nou. Dit kan veel zijn. Maar om het voorlopig even te beperken, zou ik het op Letland, Litouwen, Oekraïne of Rusland willen gooien. Waarbij met name Letland en Litouwen op dit moment de meest aantrekkelijke opties zijn, maar ja, dat kan met een simpel bordje kan dat ook gewoon veranderen. Daar gaan we weer. Ik weet niet eens of je mijn of jullie mijn muis kunnen horen, maar mijn muis is echt compleet gek aan het worden. Mouse, let's go! Oh, hey, hallo. Wat ik zeg, Letland, Litouwen is nog steeds mijn favoriet op de voet gevolgd, eigenlijk door Rusland. En dan Oekraïne. Estland zou ook nog wel kunnen. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet, zeg maar. Ik zeg, ik hoef eigenlijk alleen maar een bordje te zien, maar ja, dat is met dat nieuwe, het nieuwe Google, om het zo maar te zeggen, is dat gewoon heel lastig.
Ja, dit geeft eigenlijk geen echte conclusie, zeg maar. Wat ik zeg, Letland-Litouwen is mijn favoriet, maar als het uiteindelijk ergens in Rusland blijkt te zijn, zou het me ook echt compleet niet verbazen, zullen we maar zeggen. We zullen het zo zien, gok ik. Over 4, 3, 2, 1. Letland. Goeie keus geweest. Ja, nou. Ik heb het idee dat ik het had kunnen raden, maar dat ik gewoon op de verkeerde plek gekeken heb. Ja, het is wat het is. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.